Suze. Ja. Mijn allereerste vraag aan jou is eigenlijk heel simpel. Voor de mensen die Thijs niet kennen. Ik zit hier bij de CO2-adviseurs. Ja. Ik ken jou van je 100% Inspiratie podcast. Ik zie jou drummen op theater. Wat heeft dat allemaal met elkaar te maken? Jeetje, goede vraag. hier kan ik een heel lang antwoord op geven. Dus ik probeer een samenvatting van te maken. Hou me tegen als ik te veel zeg. Ja. Het heeft allemaal wel met elkaar te maken. De onderliggende passie is dat ik heel erg hou van het podium. Dus ik hou van mensen inspireren en vermaken. En dat doe ik ook binnen mijn bedrijf, de CO2-adviseurs. Oh, gaaf. En hoe dat is ontstaan is als volgt. Mijn verhaal lijkt misschien een beetje op jouw verhaal. Ik kom ook uit de ingenieursbranche. Hey, leuk. Ja, ik heb gewerkt bij Royal Haskoning DAV. Daar kwam ik echt op mijn 21ste terecht, na mijn studie. Ik had technische bedrijfskunde gestudeerd. Ik wilde eigenlijk de beste drummer van Nederland worden. Maar ja, ik was denk ik niet goed genoeg. En ik zag niet hoe ik er geld mee kon verdienen. Dus mensen zeiden, denk aan je toekomst, kies een vak. Nou, the usual. Technische bedrijfskunde gekozen. Afgemaakt en op mijn 21ste. Begonnen als milieuadviseur bij Royal Haskoning DAV. Pak aan, Excel-sheet open en CO2-reductieberekeningen doorvoeren. Ja. 100 euro per uur wordt er van mij gevraagd en ik krijg 1/10 daarvan op mijn bankrekening. Ja. Dat is natuurlijk het businessmodel van ingenieursbureaus. Ja. Nou, en toen, even fast forward, door heel veel seminars, door een liefde die ik toen ontdekte voor persoonlijke ontwikkeling en voor het leven en ik wilde groeien en ik wilde elke dag energie hebben, kwam ik erachter van, nou, dat duurzame raakt wel een passie van. Ik vind het echt wel belangrijk dat we goed voor die aarde zorgen. Maar consultant zijn, dat ben ik niet. Toen heb ik daar ontslag genomen. Ben ik voor mezelf begonnen. Echt met 0 euro op de bankrekening, letterlijk. Ik wist gewoon, als ik deze maand niks doe, dan moet ik terug naar mama. Weet je wel, op zich, ik woon in een studentenhuis, dus het viel nog allemaal mee. Het is niet zo dat ik een gezin had of en een hypotheek. Zijn niet zo hoog. Precies. Maar ik had dus geen klanten, geen euro's. Maar wel een gezonde portie lef en een paar inzichten rijker. Zo van, nou, ik wil hier wat van gaan maken. Ja. En toen ben ik expres naar seminars gegaan die mij konden leren, hoe word ik nu een succesvol ondernemer? Want ik was heel serieus of heel eerlijk naar mezelf van, ik weet niks over marketing. Ik weet niks over ondernemen. Ik weet niks over hoe bouw ik een goed team. Ik weet niks over de financiële kant van een business. Dus ik was er heel eerlijk over en ik had inmiddels heel veel gehad aan de stappenplannen die ik had geleerd over persoonlijke ontwikkeling. Ja. Dus ik dacht, zijn er misschien ook stappenplannen voor business? Nou, die zijn er. En nu rol ik langzaam een antwoord op je vraag. Want toen kwam ik op een seminar en dat heette Business Mastery van Tony Robbins. Dat was mijn eerste beetje winst. Dus na een half jaar pielen en echt heel hard, maar gewoon echt heel, heel, heel hard werken. Dat vind ik ook wel een boodschap naar de mensen toe. Als je jezelf in het diepe gooit en als je dingen wil bereiken. Uiteindelijk willen we allemaal balans en wil je allemaal lifestyle boven, nou, hard werken en je wil leider zijn met korte ei, niet met lange ei van je business. Ja. Maar soms heb je ook gewoon even een periode nodig dat je gewoon door die shit sandwich heen moet bijten. Nou, had ik een half jaar lang gedaan, 5000 euro gespaard, was letterlijk mijn eerste winst. Kaartje gekocht voor dat seminar in Las Vegas, de Business Mastery. En daar werden mijn ogen geopend voor het bouwen van een business die onafhankelijk is van jou. Dus dat ik verder kan gaan met mijn leven en dat mijn business gewoon blijft bestaan. En dat er elke maand geld naar mijn bankrekening toe gaat. Ja, zoals Tony Robbins zou zeggen, do you want to be a business operator or a business owner? Ja, ik wil die business owner zijn. Het is grappig, want haak ik meteen in op, je zegt al iets. Hè? Je had je eerste beetje winst, investeerde je meteen daarin. Ja. En waar de meeste ondernemers roepen, nou, ik heb net een beetje winst gemaakt. Laat ik nou eerst maar eens eventjes wat voor mezelf houden, hè? Ja. Ja, heb jij dat vaak? Is dat het patroon wat jij goed kent? Dat je, wat drijft jou om dat te doen? Ja, je hebt wel gelijk. Ik denk dat ik dat cadeau heb gekregen. Een bepaalde passie voor het leven. Een bepaalde drive. Dat ik wil graag groeien. En het doet geen pijn als ik er geld aan uitgeef. Dus toen ik nog in loondienst was en ik verdiende eigenlijk genoeg om rond te komen. Toen kocht ik al een kaartje voor een seminar, ook van Tony Robbins. En dat kostte 1000 euro. En dat was voor mij echt 6 maanden sparen, zeg maar. Echt 6 maanden lang een beetje geld aan de kant houden. En dan kon ik, en mijn vrienden verklaarden me dan ook voor gek. Van, hè? Dat was een seminar in Rimini, in Italië. Nou, dat is een partystad. Hè? Dus mijn vrienden zeiden, nou, als je voor 1000 euro in Rimini, ga dan andere dingen doen, weet je wel. Nee, ik ging naar. Dus, en sterker nog, een jaar daarop, toen ik ook nog in loondienst was,
wel de succesgids mee op. Die zeiden, ja, er is nog een vervolgseminar. Dat heet Date with Destiny. Ja. Dat kennen veel mensen nu van die documentaire I'm Not Your Guru. Precies. Misschien maak je nog show notes bij dat interview. Als je hem niet kent, kijk op Netflix. Ja, dat is echt te vet. Maar dat kostte toen €3600. En het was in Amerika. Dus met ticket erbij. Zodat... En toen heb ik dat gedaan. En ik zei, kan ik in 12 termijnen betalen? Want als ik heel zuinig leef, kan ik denk ik net €300 per maand missen. Dus ik heb echt van januari tot en met december heel zuinig aangedaan. €300 per maand aan de kant gezet. Zodat ik naar één seminar kon. Ja. En ik denk dat ik dat... Ja, ik zou heel stoer kunnen zeggen van, nou ja, dat... Dat heb ik allemaal zelf gedaan. En dat, ik ben, maar dat heb ik gewoon cadeau gekregen. Ik heb... Nee, maar er is wel iets heel interessants. Want hoe ging je met die wereld om je heen om? Die zei, dat moet je zo niet doen. Ja, dat is wel herkenbaar. Daar zit iets heel interessants. Hè? Daar ga jij structureel anders mee om dan de gemiddelde andere ondernemer of persoon. Die mensen om je heen, hoe doe je dat? Ja, ik merkte toen ik voor het eerst bij zo'n event was geweest. En dan kom je echt gehyped terug, maar in de positieve zin van het woord. Het is geen chakra roepen, het is echt fucking diep gaan. Echt contact maken met je kern. En wie ben je nou? Wat wil je nou? En toen kwam ik terug. En vol enthousiasme en energie ging ik erover praten. En ik merkte eigenlijk dat mensen dan zeiden... Oh, wacht even, wat kost zo'n kaartje? Nou, maal zoveel bezoekers. Oh, dus die Amerikaan, die verdient zoveel miljoen. En dan, maar dat is helemaal niet relevant. Ja, als hij echt zo'n wereldverbeteraar is, doet hij het wel gratis, toch? Of, en ik kan me niet eens meer herinneren. Ik heb het allemaal weggestopt. Maar ik merkte van, mijn energie gaat alleen maar omlaag als ik het met mensen over heb. Ja. En toen heb ik op korte termijn de keuze gemaakt om het er gewoon niet meer over te hebben. Ik had zoiets van, weet je wat? Oh ja, ik weet het nog wel heel goed. Ik maakte een keuze. Ik zei tegen mezelf, ik ga er niet meer over lullen. En ik ga er gewoon voor zorgen dat ik zulke zieke resultaten boek in mijn leven. Dat mensen vanzelf wel naar mij toe komen van, Thijs, what the fuck, weet je wel? Je bent vitaal, het gaat lekker met je onderneming en je doet leuke dingen. Hoe flik je dat allemaal? En dat ben ik toen gaan doen. En op lange termijn, als ik kijk naar wat nu de 5 mensen zijn in mijn leven waar ik het meeste van de tijd mee besteed, mijn 5 beste vrienden, dan zijn 4 van de 5 die zijn van de afgelopen 2 jaar. Dus dat, en ik ben 30. Dus dat geeft wel aan dat ik heel veel mensen achter me heb gelaten. Ja. Ja, en dat is ook goed om je te realiseren, hè? Ja. Ja. Ja, en het gaat organisch. Ik heb geen exit. Ik ken ook mensen die dat hebben gedaan. Hè, die echt exitgesprekken hebben gevoerd met vrienden. Ja. Dat heb ik niet gedaan, maar ik verhuisde naar een andere stad. En ik merk gewoon... Merkte ik dat in die andere vriendengroep dan... voor je het weet... Je wordt een beetje naar je oude rol toegezogen, zeg maar. Dat kun je ook bij familiereunieën zien. Dat als jij zo'n een lievelingsoom had of zo... En vroeger was jij dan altijd jong. Was je dat de jochie of meisje van 6, 7, 8 jaar oud. Ja, precies. Maar nu ineens ben je zelf ook gewoon 20 of 30 of 40. Maar dan kan je nog steeds bij familiereunie, bij die oom... Dan word je ineens zo'n kleine kindje. Dan moet je zo vertellen, wacht even, maar ik ben ook nu volwassen. Ja, bij de reunie is het schattig. Maar in het leven is dat misschien niet altijd zo schattig. Hè? Ja. Dus, en wat heeft dat te maken met drummen en jouw theatertour? Ja, nou, om dan mijn verhaal wat weer op te pakken. Omdat Tony Robbins toen zei over dat business owner stukje. Ja. Hè? Dus hij zei, je business, jij hoeft er niet 24/7 in te zitten. Om ervoor te zorgen dat het geld oplevert. In ieder geval Tony eigenlijk tegen mij zei, ik wil je een andere route voorleggen. Ja. Keuze is aan jou. Maar je zit nu in de route van voor de rest van je leven werken. En voor de rest van je leven je tijd ruilen voor geld. Ja. Er is een alternatief. En sterker nog, dat is een heel mooi alternatief. En daar zijn ook stappenplannen voor. Er zijn ook bewezen strategieën voor. En ik heb toen gekozen, nou, dan wil ik dat pad wel volgen. Waarom? Omdat ik diep van binnen wel wist dat mijn echte passie zit op het gebied van mensen inspireren. Ja. Mensen entertainen. Dus en daar kon ik toen nog niet mijn geld mee verdienen. En ik dacht, wat nou als ik binnen nu... en 3 tot 4, 5 jaar dit bedrijf uit kan breiden... en ervoor kan zorgen dat het geld oplevert... dat ik de business owner word... dan kan ik daarna... heb ik alle vrijheid in mijn agenda... en in mijn bankrekening... om mijn carrière als Thijs de Inspirator... zeg maar, hè, op te gaan. En dus dat was eigenlijk een... hele bewuste keuze. Hele bewuste keuze, heel duidelijk gameplan. En vandaar dat ik nu en dat bedrijf heb... wat nou, 80% van mijn inkomen is... en ik heb daarnaast die podcast... wat... Dus ik interview succesvolle mensen. Gaan we het misschien zo meteen ook nog over hebben. Ja. Heel veel mensen heb ik de afgelopen 2 jaar mogen ontmoeten en mogen interviewen. Dat is 1, omdat mij dat nog meer expert maakt. Dus ik leer fucking veel van elk gesprek. 2, het levert bekendheid op.
Dat is fijn, want ik heb 8000 luisteraars per week. En inmiddels vul ik mijn theaters met mijn luisteraars. Precies. En 3, het is heel goed voor mijn netwerk. Want al die mensen die ik heb geïnterviewd, die heb ik in mijn telefoon zitten. En die kan ik bellen. Dus die podcast is heel duidelijk faciliterend aan mijn rol als inspirator. En dan de derde wat je noemde, die inspiratieshows met drummen en zo. Nou, dat is dan where everything comes together. Nee, dat is echt een andere league. Ik ben een goede amateur in drummen. Het is, als ik de toppers bekijk, niet de toppers. De beste drummer onder de sprekers op het podium. Ja. Nou, ik durf wel te stellen dat er... En als het zo is, dan ken ik diegene niet. Maar ik durf wel te stellen dat er niemand is in Nederland die inspiratie met zo'n hoge entertainment factor brengt. Nee, ik heb ze ook nog niet lang zien komen. In mijn show, ik heb hem afgelopen vrijdag weer gedaan. Ja. Weet je, we gaan ook echt toffe dingen doen. Er zit zelfs een kleine meditatie in. En we gaan met de zaal gave stuff doen. Maar het is ook gewoon een avond vermaken. Het is ook gewoon achterover zitten en genieten en lachen. En dus veel muziek. Ja. Ik ken sprekers die humoristisch zijn. Ik ken sprekers die wel wat met muziek doen. Maar sprekers die zo'n entertainmentwaarde geven tijdens inspiratie, die ken ik niet. Nee, en ik vind dat ook zo mooi aan jou. Want ergens denk ik, er wordt zo vaak gedacht, persoonlijke ontwikkeling, dat moet diep gaan en dus huilen en dus serieus en dus ingewikkeld en moeilijk en drama. Ja. En dat is niet waar, hè? Ja. En dat vind ik schitterend aan wat je doet. Nou, dat is dus precies mijn missie. Want ik vind zonde dat persoonlijke ontwikkeling en het woord, ik krijg zelf ook niet eens echt energie van het woord. Het is, maar goed, ik heb er geen beter woord voor. Ik vind zonde dat alleen is weggelegd voor de mensen, denk zoals jij en ik, zeg maar die zelfhelpgekkies, die duizenden euro's uitgeven om meer dagen in een hotel te zitten in binnen- of buitenland, om echt diep te gaan en de reflectie aan te gaan. Dat is een bijzonder soort, hè? Ja, dus het kost heel veel tijd, het kost heel veel geld en dat is alleen voor de mensen die bereid zijn om zoveel geld en tijd te investeren. En mijn missie is om hetzelfde te leren, maar dan op een leuke manier. 2 uur in een avondvullend programma. En dat heet dan mijn 100% inspiratieshow. Ja, leuk. Ja. Fijn, nou, dan weten jullie een beetje wie Thijs is. Thijs. Ik hoop het, ja. Ja, nou, in deze hele serie gaat natuurlijk over financiële harmonie. Hè? Je hoort overal over financiële vrijheid. En als je nou maar eerst geld hebt, dan ben je vrij en dan word je gelukkig. Ja. En ik zie zoveel mensen zeggen, dat compromis van, ja, nee, maar ik moet eerst hard werken en een bedrijf neerzetten en dit doen en dat doen en eerst mezelf onder het gras vegen. En dan als dat eenmaal allemaal gelukt is, dan kan ik een keer dit. En ik zeg altijd eerst spruitjes, dan je toetje. Ja. Dat is hoe de hele wereld in elkaar zit. Hè? En ik ben zelf op een gegeven moment erachter gekomen dat het op geen enkele manier vervulling brengt. Het brengt misschien wel dat je een goed lopend bedrijf hebt en ergens genoeg geld verdient, dat zou kunnen. Het brengt ook misschien niet ongeluk, dat zou ook kunnen. Maar echte vervulling komt voor mij uit het leven van wat je nou werkelijk wilde doen in deze wereld. En daar iedere dag voor gaan. Nou heb ik het ongeluk gehad dat ik een heleboel ellende heb meegemaakt, waardoor ik daar steeds mee geconfronteerd werd. Mm-hmm. En ik leer daar veel mensen over. Hoe kun je dat nou blijven doen? Ook juist als het moeilijk is. Juist als je denkt, en ik heb heel vaak meegemaakt dat mensen zeiden, ja, maar als je ooit een reden had om normaal te gaan doen en gewoon een baan te zoeken, dan is het nu. Ja. en ik leer mensen daarvan, maar ik zou zo graag de mensen die dat ogenschijnlijk moeiteloos doen, horen over wat jouw weg daar nou in is. Want als je jou op internet opzoekt, zie je zo'n vrolijk enthousiast vent die dat allemaal gewoon kan. En hoe zit dat nou voor jou? Wat is nou de eerste? Hoe compromisloos is het? En hoe mag jij praten? Ja, omdat het lijkt alsof het mij moeiteloos afgaat, dat ik, je bedoelt dat ik financieel gezien mijn schaapje verdrogen heb? Of dat ik doe waar ik gepassioneerd over ben? Hoe kijk jij er? Wat heb jij meegemaakt? En waar zit jouw weg? Wat was de eerste? Ja, daar kan ik wel wat over. Ja, ook. Ik denk dat hier een antwoord in zit. Ik wil straks ook, in ieder geval als er ruimte is, vind ik het leuk om ook daar wat over te vertellen. Over passief inkomen en zo. Graag. Dat vind ik allemaal ook overrated. En daar heb ik ook wel een mening over. Ja. In ieder geval, er zit ook iets heel moois in. Maar het wordt ook vaak geïnterpreteerd op een manier dat ik denk, nou, dat is volgens mij juist niet de bedoeling. Ja, precies. Maar hoe het bij mij ontstaan is,
Ik denk allereerst op mijn 8e dat het een heel belangrijk moment is in mijn leven. Toen mijn opa overleed. En het was niet zo dat mijn opa verder een superbelangrijke functie had in mijn leven. Dat ik hem zag als tweede vader of zo. Dus met alle respect voor mijn opa. Het was ja, gewoon een opa. En die overleed. Maar toen ging ik voor het eerst nadenken over dat het leven eindig is. Ja, en dan ging er een gevoel door me heen. En dat was hel, weet je wel. Ik kon alleen maar huilen. En dan liep ik de huiskamer in. Om 's avonds om 11 uur, 11:30, weet ik veel. En moesten mijn ouders me troosten. En dan na een tijdje was het echt een dingetje. Wisten mijn ouders zo, is het weer zover? Dus elke keer als ik dacht aan de dood, dacht ik, dan gaat het lichtje uit. En dan ben je er niet meer. En dan vond ik gewoon het idee dat het eindig is, dat vond ik zo erg. En ik denk dat daar een bepaalde knop bij mij om is gegaan. Van ja, maar als het dan dus ooit voorbij is. Als het dus maar eenmalig is dit, ja, dan moet ik er toch het maximaal van genieten. Ja, laat ik er dan wel wat moois van maken. Ik heb het super naar mijn zin hier. Dat was mijn enige troost of zo. Ja, maar wat een cadeau dat je dat op je 8e al had. Ja. 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 En nog steeds heb ik toevallig van het weekend of zo, als ik een beetje weinig heb geslapen, kan ik dat weer hebben. Als ik dan te lang over de dood nadenk, dat er echt zo'n steek van heel naar gevoel door me heen gaat. Dus wie weet dat ik het nog eens interessant vind om daar met hypnotherapie of whatever naar te gaan kijken. Ja. Van hey, waar komt die diepe angst voor de dood nou vandaan? Positief is in ieder geval dat ik er iets moois mee doe. Want er komt een hele mooie drive uit. Absoluut. En verder gaat het mij natuurlijk niet zo moeiteloos af als het lijkt. En die keuze die ik heb gemaakt in begin 2013 was eigenlijk, kan je ook wat van vinden. Want ik maakte namelijk wel een keuze. Ik ga iets doen voor de komende 3 à 5 jaar... wat niet helemaal mijn passie is. Dat doe ik eigenlijk met als doel om daarna mijn passie te kunnen leven. Ja, ja, ja. En als ik zo terugkijk, dan dacht ik, alles ging volgens planning. Dus ik huurde een kantoor en ik nam een assistent aan. En toen nam ik mijn eerste medewerker aan. En ik groeide naar een team van 10 consultants. En ik ging een samenwerking aan met een compagnon. En ik zei ook tegen hem, nou, jij bent mijn laatste piece. Weet je wel, jij gaat nu de dagelijkse leiding geven. Hier heb je aandelen, hier heb je zeggenschap. Dus het leek allemaal, weet je, ik kocht de auto van mijn dromen, kocht ik, omdat het zo goed ging. En toen, ja, bleek echt de heftigste periode aan te breken. Oké, wat gebeurde er? Het moment dat ik die compagnon de sleutels gaf van mijn bedrijf, om het even metaforisch te zeggen zo, merkte ik ten eerste dat ik er eigenlijk te hard voor had gewerkt. Dus toen merkte ik dat mijn lichaam kwam met van oké, het is je gelukt, maar nu kom ik even. Ja, ja, dus, precies. Dat is pijnlijk ook, denk ik. Ja, ja. Dus het was, ik weet nog wat, met mijn toenmalige vriendin gingen we kamperen. Maar ik kon helemaal niet kamperen. Je moest mij aan een strand leggen en een maand lang niet meer storen. Daar had ik behoefte aan. En ik was echt, ik heb mezelf nog nooit zo chagrijnig meegemaakt. Ik was overspannen as fuck, echt. En hoe oud was je toen? Dus 2 jaar geleden was ik 28. Jezus. En de grap is dat ik niet wist dat toen het ergste nog moest komen. Want daar begon het. Want het bleek dat deze jongen en zijn aardige gast en alles, maar het is helemaal fout afgelopen. Het ging totaal niet. Dus waar mijn lichaam eigenlijk aangaf van nu heb ik even rust nodig. Bleek eigenlijk dat ik nog 2 jaar lang nog meer van mezelf moest vragen om elke dag brandjes te blussen hier in mijn business. Het heeft me zoveel stress bezorgd. En ik durfde niet streng te zijn richting het team of richting die compagnon. Dus dat is ook weer een les die ik op de harde manier heb geleerd. Ja. Tot het uiteindelijk een jaar geleden dus echt uitging tussen ons. Maar dat is echt een soort van huwelijk wat uit elkaar gaat. En het was geen hele prettige scheiding. Er komen al gauw juristen en advocaten bij kijken. En ja, dus afgelopen 2 jaar, als ik dat van tevoren had geweten, dat het zo'n zware tocht was geweest, dan had ik 5 jaar geleden misschien gedacht van nou, weet je, er is nog een ander pad. Ik stop met dat bedrijf. Ik ga gewoon vanaf nu mijn passie leven. Ik ga gewoon vanaf morgen beginnen met kijken hoe ik mensen kan inspireren, coachen, podium, bloggen. I don't know, weet je wel. En misschien dat ik dan eventjes weer desnoods terug naar mama moet, om even geen huurlast en alles te hebben. Precies. Maar dan doe ik wel vanaf morgen waar ik gepassioneerd over ben. Dus ja, er valt best wat te zeggen over mijn route. Nou ja, we kunnen zo makkelijk zeggen, maar dit moest je meemaken, want anders had je het niet geleerd, hè? Van dat soort ingewikkelde dingen die ik op Facebook langs zie komen. En ik denk dat je er heel veel van hebt geleerd. Maar het heeft ook een hoge prijs gehad. Hè? Ja.
Wat is de grootste prijs die jij hebt betaald daarvoor? In euro's, don't get me started. Nee. Dat was echt waar. 5 jaar lang waar ik zakelijk en privé zag mijn spaarrekening groeien. En dat is allemaal weg. Dat is echt allemaal gewoon naar nul. Maar ja, weet je, dit is wel echt een praktijk masterclass persoonlijk leiderschap, zeg maar. Ja. Dus wat ik er onder andere van heb geleerd, zakelijk gezien, is dat ik wil altijd aardig gevonden worden. Nou, en in vriendschappen is dat al niet eens altijd een goede eigenschap. Nee. Maar in zakelijke context al helemaal niet. En dat is iets anders dan de gunfactor hebben. Ik heb ook een e-book geschreven over wat maakt nu dat mensen succesvol zijn. Dan noem ik ook de gunfactor hebben als een van de eigenschappen. Dat is echt belangrijk. Maar dat is iets anders dan altijd aardig gevonden willen worden. En als jij in een gesprek zit met een leverancier, een zzp'er die je inhuurt, of een medewerker, of je compagnon, of whatever, en je zit daar met de mindset, ik wil aardig gevonden worden, daar ben je een hele slechte ondernemer. En die zakelijke les heb ik geleerd. Ja. Dat zakelijk echt wel iets anders is dan zeg maar privé. Ja. En ik heb geleerd om meer trouw te durven zijn aan mezelf, ook als het een beetje pijn. Want het is namelijk heel makkelijk om te zeggen van ik, Thijs Lindhout, als inspirator zeg, leef trouw aan jezelf. Nou, daar sta ik ook constant achter. Ja. Maar doe het maar eventjes, want leef trouw aan jezelf houdt in dat je, er moet sowieso nog een bijzin achter, leef trouw aan jezelf, ook als het een beetje pijn doet. Ik denk dat juist als het een beetje pijn doet. Want als ik trouw was geweest aan mezelf, had ik al veel eerder met die zakelijke compagnon een gesprek gehad van dit werkt niet. Weet je wel, het doet me echt pijn om dit te zeggen. Ik weet dat jij een gezin hebt wat afhankelijk is van deze business, maar we moeten denk ik stoppen. Dit werkt niet. En had ik ook met mijn vriendin, dat is ook uitgegaan, had ik ook al veel eerder, ik denk in deze desbetreffende kampeervakantie, waar wij het niet helemaal toen al moeten zeggen. Toen had ik eigenlijk moeten zeggen, hé lieverd, ik twijfel of wij perspectief hebben. Eigenlijk die zin vond ik doodeng. Ik voelde het al aan alles, maar ik vond het heel eng om het uit te spreken. Van ik hou van je en de seks is goed en ik heb plezier met je en ik voel contact met je en alles. Maar ik weet eigenlijk niet of wij een toekomst samen hebben. Ik had het gewoon open moeten gooien. Dus welke les heb ik geleerd? Trouwens aan jezelf, juist als het een beetje pijn doet. Ja, precies. Ja, dat is mooi, hè? Want we denken, je ziet ook over heel Facebook overal staan. Zoek niet zo naar, hoe heet dat nou, approval. Seeking for approval. Hè? Dus ja, maar iedereen wil zo graag aardig gevonden worden. Maar het zit ook in onze genen. Hè? Ja. Want we zijn nog niet zo lang zo ver dat we weten hoeveel mensen op de wereld wonen. Hè? Ja. En tot 200 jaar geleden was het kwijtraken van de mensen om je heen ook echt dood. Ja, mooi dat je dat, die vergelijking maakt. Ja, en het is zo makkelijk om te zeggen, ja, dat moet je gewoon kunnen. Maar zo is het niet. Ja. Is absoluut zo. Ja. En je hebt je bedrijf nog steeds. Ja, het is soms heeft er een zijde draadje gehangen waar we staan. Sterker dan ooit. Ja. Precies. Ja. Ja. En ergens ben je ook die podcast blijven doen. Ach, ja. Hoe heeft dat daarin in meegespeeld? Op het moment dat ik dus dacht dat ik er was. Hè, dus dat ik dacht van nou, mijn plan heeft gewerkt en mijn bedrijf kan nu zonder mij. Toen start ik die podcast. Ja. Nou, voor mensen die niet weten wat een podcast is, ik zeg altijd, ja, mensen luisteren jouw podcast natuurlijk. Ja. Dus als mensen dit zien of horen, dan weten wat een podcast is. Ik zal de link naar jouw podcast hier op. Ja, tof. Ja. daar ben ik mee begonnen, elke week een aflevering. Toen begon dus de periode dat ik heel veel brandjes moest gaan blussen in mijn business. Dus dat was wel echt heel zwaar. Wel grappig dat het medium waarmee ik het meest is naar buiten treed, dus mensen die mij kennen, 95% daarvan, die kennen mij door mijn podcast. Ja, ja, ja. Achter de schermen was het in mijn weekplanning echt een ondergeschoven kindje. Want ik was fulltime bezig met mijn bedrijf en mijn bedrijven, want er kwamen wat bedrijfjes bij. Ja, en elke week was het, shit, ik moet nog ergens. Want op maandag kwam mijn aflevering online. Ik echt letterlijk op vrijdag dacht, ik heb nog geen gast. Dan ging ik wat appjes en mailtjes zonder en belletjes. Om 11 uur. Ja, en weet je wel, bijvoorbeeld Jort Kelder of zo. Die had ik echt op vrijdag geregeld. En op zondagmiddag moest hij ergens spreken in het zuiden van het land. Ik was erheen gecrossed met mijn microfoon. Ja. En daar backstage microfoon onder zijn snuffert geduwd. En hadden we even een uurtje gebabbeld. En het was geen uitzondering. Echt heel veel afleveringen die waren echt pas op vrijdag, zaterdag of zondag opgenomen. Precies. Maandag online moest te komen. Dus ik weet niet hoe ik dat heb geflikt, maar dat is. Wat heeft dat je gebracht om dat te blijven doen? Ja, immens veel.
Ja, dat dit klinkt bijna alsof dat je reddingsdraadje is geweest. Dat is echt te gek, ja. Dus dat die drive die ik heb, die heeft me en een burn-outje bezorgd vorig jaar. Ja. Toen kwam alles even, alle shit komt toen samen. He, dus die zakelijke clash, clash in mijn liefdesleven. En toen zei mijn lichaam, nou, dan gaan wij er ook even goed af. Ja. Maar die drive brengt me ook natuurlijk heel veel. Dus als ik die drive een beetje weet te balanceren, een beetje weet op de juiste manier weet te, in te zetten, zeg maar, dan kan ik er heel veel aan hebben. En wat die podcast me heeft gebracht is dus immens veel. Het beste voorbeeld wat ik kan noemen, denk ik, is mijn laatste theatershow voor die podcast was eind 2015. Ja. En ik kreeg nu theatershow, wat ik toen had bedacht was, nou, ik hou van inspireren, maar ik hou ook van drummen. Ja. Kan ik die twee werelden niet zo in elkaar schuiven? Hè? Waar we het net over hadden. Nou, toen kostte het mij 3 maanden... lurken bij vrienden en familie om een kaartje te kopen. Dus ik weet nog zo goed, in november van 2015 deed ik voor het eerst, weet je, op de 100% Thijs-show, zo had ik hem toen genoemd, voor 65 mensen, waarvan 63 bekende familieleden, vrienden. Daarvoor had ik ook nog zelfs een reclamespotje op AT5, het Amsterdamse tv-station. Ik had een Groupon-deal dat mensen voor €5 een kaartje konden kopen. Dat lukt nooit meer, mensen. Nee, dat zit er helaas niet meer in. En ik weet niet wanneer dit wordt uitgezonden, maar ik heb wel een juli, een early bird actie, deze maand nog. Mag je ja, top. Ja. En toen dacht ik, oké, Thijs, dit was niet de bedoeling, weet je wel. Tof dat die vrienden en familieleden komen, daar ben ik nog steeds dankbaar voor, maar dit is niet de bedoeling. Ja. Toen was mijn strategische besluit, ik ga een podcast beginnen. Ik dacht, ik kan een boek schrijven, ik kan gaan vloggen, maar ik dacht, wat past nou het beste bij mij? Ik denk een podcast. Ja. En misschien luisteren er mensen, misschien worden die wel een soort van fan, en misschien gaan die dan wel ooit een kaartje voor mijn theatershow kopen. Ja. Nou, we leven nu 2-3 jaar verder. Ik denk dat afgelopen vrijdag een mooi voorbeeld is. Toen stond ik in een theater in Hartje Amsterdam. Ook nog eens in juli, dus veel mensen zijn al op vakantie. Het is Hartje Amsterdam, dus het is niet eens een hele goede locatie. Want voor niet-Amsterdammers is dat de hel. Dus ik was me ook van bewust van, nou, misschien gaat de kaartverkoop helemaal niet goed. Kaarten waren gewoon €27,50. Geen kortingsacties, geen gedoe. En het was uitverkocht. Gewoon 180 man. Gaaf. Bommetje vol. En ik kende er afgelopen ik kende er 5. 5 van mijn vrienden en zakelijke relaties zaten daar. En die andere 175. Geen idee wie dat waren. Gewoon het is in 3 jaar zo gegaan, hè? Ja. En dit is al de derde show dit jaar die volledig uitverkocht is. En daarom... In je eerste podcast heb je het over ik wil een carré. Ja. Wanneer gaat dat gebeuren? Nou, dit is ook wel mooi. Ik heb dat losgelaten. Ik ga er ooit staan. In ieder geval dat... we weten niet wat er allemaal gaat gebeuren. Er kunnen natuurlijk ook verschrikkelijke dingen gebeuren. Maar het heeft er alle schijn van dat ik daar echt wel een keertje ga staan. Ja. Wat ik eerst deed was... Ik wilde dat echt forceren, weet je wel. Echt push. Want ik had carré al zo geboekt en het was nog ver van mijn podcast. Ik dacht, als ik er maar boek en een jarenlange toewerk. Toen merkte ik gaandeweg van dit geeft me meer stress dan geluk. Daar ben ik dus wat relaxter in geworden. Van, je kan ook doelen gewoon loslaten. En natuurlijk, hè, als je op de bank gaat liggen, is de kans vrij klein dat je doelen gaat realiseren. Maar het is best lekker. Ja. Dus het zit ergens in mijn achterhoofd. De psychodome zit ook wel ergens in mijn achterhoofd. Ja. Weet je wel, maar... Leuk. Let it go. En dit najaar doe ik een tour. Dat is voor mij al een droom die werkelijkheid wordt. Yeah. Dat ik bedoel... Het is voor mijn gevoel dus echt gisteren... dat ik nog moest lurken bij familieleden... om ze in een zaaltje te krijgen. Precies. En ik ga nu... Dit najaar ga ik door heel Nederland. Van Rotterdam naar Groningen naar Eindhoven. Is ook snel. In 3 jaar... van 2 niet-familieleden... naar 2 wel-familieleden... in een 3 keer zo grote zaal. Dat is onwijs snel. Ja, dat is echt heel tof. Ja, zeker als je realiseert wat er in de tussentijd allemaal in jouw privéleven gebeurd is. Hè? Ja. Ja. En ik denk, als je jezelf dat ten doel had gesteld in die tijd. Hè, van, ja, nee, maar over 3 jaar moet ik gewoon daar staan en dan moet dat gebeuren. Hoe was dat dan gegaan? Nou ja, dat is dus wel grappig. Ik had carré oorspronkelijk geboekt in februari van 2017. Okay. En had ik in 2013 geboekt. Dus ik had 4 jaar tijd, dacht ik. Nou. Ja. En dat is dus totaal mislukt. Ja. En ik ben in 2015 die podcast begonnen. Nee, in 2016 die podcast begonnen. En ik heb het verder losgelaten. 2 jaar lang losgelaten. Want pas in januari van dit jaar heb ik dus voor het eerst tegen mijn luisteraars gezegd. Van, nou ja, je luistert misschien net, maar misschien luister je al 1,5 jaar. Ja. Ik heb het er al heel vaak over gehad. Maar nu gaat hij eindelijk komen. Dus ik heb het 2 jaar lang losgelaten. Precies. En ben maar gewoon met nieuwe datums gaan gooien. En die werden ineens allemaal, zat allemaal vol. En deze week is de voorverkoop van mijn tour gestart. En dat gaat ook supergoed. Ja, dus dat... En dat is ook wel een van de, als we dan de inhoud induiken, wat leer ik van al die mensen die ik interview?
En wat leren, hoe verandert mijn visie op geluk en succes voor mijn burn-out en voor mijn andere ervaringen en heel veel interessante mensen die ik heb gesproken, was ik echt nog een mannetje wat, zonder denigrerend over een jongere versie van mezelf te doen, maar het was ik echt nog een mannetje wat zei van, ja, ontdek je passie, werk hard, kan goed tegen kritiek, sta één keer vaker op dan je valt en dan zul je succes en geluk bereiken. Nou, dat het... En hoe denk je nu? Nu denk ik ten eerste dat je... en dat is misschien zo inspirerend. Ik ben er toch van overtuigd dat je veel minder in je handen hebt dan je denkt. Al is het maar waar ik het net ook over had. Ik heb dus heel veel drive. Ja, daar kan ik echt niks aan doen. Het is echt niet zo dat ik zo'n goed persoon ben. Dat ik daar bewust voor heb. Dat zit in mijn genen. Die chip is bij mij geïnstalleerd. Dus iemand anders kan er niet zoveel aan doen. Dat bij hem of haar die chip niet is geïnstalleerd. En ik heb ook geleerd dat... Oké, succes. Ik moet me misschien anders formuleren. Succes is veel maakbaarder dan ik dacht. Dat is absoluut. Voor succes, als je zegt... Ik wil binnen nu en 5 jaar een winstgevende business. Ik wil binnen nu en 5 jaar wil ik in Carré staan. Dat is heel specifiek. Dat is vast omlijnd. Daar zijn gewoon stappenplannen voor. Dat kan. Maar dat is dan wel ten koste van wat? Ja, weet je wel? Dat is het vraag, hè? Dus ja, succes is dus maakbaarder dan ik dacht, misschien. En geluk is gewoon wat ingewikkelder dan ik dacht. Omdat dat ten eerste echt wel voor een gedeelte te maken heeft met jouw genen, met jouw samenstelling, met de eigenschappen die je hebt, met het zelfreflecterend vermogen wat je hebt, met de ingebouwde drive die jij hebt om iets van het leven te maken. Ja. En het heeft ook echt wel heel veel te maken met omstandigheden. Ja, en wat kun je daar dan mee? Dan is loslaten dus een heel fijn... Ja, inzicht. Gewoon maar iedere keer 1 voet voor de andere blijven zetten. Ja. En om er maar nog een wijsheid in te knallen. Het is heel goed om dromen en doelen te hebben. Want je zou nou ook kunnen denken, oh, dus van Thijs moet ik niet meer gaan dromen en doelen stellen. Nee, blijf het alsjeblieft doen. Maar wat ook heel goed is om te realiseren, dat jouw doelen in het leven zijn eigenlijk een middel. Want de doelen die je hebt, is een middel om het vandaag naar je zin te hebben. Ja. En dat is het echte doel. Dat je volgens mij vandaag een leuke dag hebt. Dus die reminder, die hou ik mezelf heel vaak voor. Van oké, ik heb heel ambitieuze dromen en doelen. Maar zorg die er nou voor dat ik vandaag een leuke dag heb. Ja, precies. En soms heb je een shit sandwich. Soms moet je ergens doorheen bijten. En dat kan je dan doen omdat je het doet voor een grotere meaning. Voor een grotere purpose. Heb je het vandaag naar je zin. Wat heb jij vanochtend gedaan om te zorgen dat je het vandaag naar je zin hebt? Zou ik... Oeh, dat is een hele gemene vraag. Want ik heb wel een ochtendritueeltje, maar die heb ik vanochtend overgeslagen. En dat is echt een hele grote uitzondering. Okay. Ja. Ja, dat is wel een verbeterpuntje van mezelf. Ik zou meer echte rust in mijn leven willen. En dat kan al in de vorm van 5 minuten 's ochtends je smoel houden. Ja. Zweverig muziekje in je oren. Niet zoveel voor nodig. En gewoon even zijn. En denk maar eens aan je dag. En denk maar eens aan welke leuke dingen je gaat doen of wat. Ja. En je zegt net, hè, de definitie van succes. Wat is voor jou de definitie van financiële harmonie? Oh ja. Ja, we draaien nog. Ja. Ik kijk even of we nog draaien. We draaien nog. Ja. Geluidje. Nou, ik vind het sowieso wel mooi dat je het financiële harmonie noemt. En niet financiële vrijheid. Want wat ik altijd daarvan denk, ben vaak geweest, want ik ben heel veel op seminars. Ik ben natuurlijk ook vaak geweest op seminars over passief inkomen. En ik, met alle respect, ik kom daar veel goudzoekers tegen. Hè? Absoluut. Dus mensen die willen, die geloven ten eerste dat er een soort van heilige graal is. Dat je op miraculeuze wijze ineens passief inkomen hebt. Maar de vraag die ik altijd aan die mensen wil stellen, want dan zeg je, ja, maar ik ga dit en dat doen en waarom? Ja, want dan ooit, over een paar jaar, komt er elke maand 2000 euro of 5 of 10.000 euro op mijn bankrekening en ik hoef er niks voor te doen. Nou, ten eerste, die kans dat gaat lukken, ik vind het heel fijn om te zeggen, maar die kans is heel klein. Want er zijn gewoon echt niet heel veel mensen die dat lukt. En ten tweede, voor de van twijfel, stel het lukt jou, wil ik die mensen vaak vragen, wat ga je dan doen? Ja. Oh, dan ga ik in mijn hangmat op Bali liggen. Nou, dat ga je hooguit 2 maanden doen. En wat ga je daarna doen? Ja, daarna ga ik dingen doen die ik echt leuk vind. Dan denk ik, wacht even, dan zou je ook om kunnen draaien. Hè? Je zou ook vanaf vandaag dingen kunnen doen die je leuk vindt. En een manier gaan verzinnen om daar je geld mee te verdienen. Absoluut. Ja, en als je dan ook nog eens het passief maakt, dan is het helemaal jackpot. Ja.
Dus ik zou hem graag om willen draaien. Vind eerst eens wat je leuk vindt om te doen. Ga dat doen. Vind een manier om daar een businessmodel aan te koppelen. Precies. Dus ik heb niet eerder nagedacht over mijn definitie van financiële harmonie. Ik zou het zelf wel heel prettig vinden als ik mag werken en niet meer hoef te werken. Ja. Dan heb je het dus wel over een situatie waarin je je schaapjes dusdanig bedrogen hebt dat het niet hoeft. Aan de andere kant denk ik dat financiële harmonie veel meer een bepaalde mindset is. Dan denk ik, als jij je geld verdient met dingen die jou energie geven, dan heb je het al voor een groot gedeelte heel goed voor elkaar. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. En hoe ver ben je daar nu in? Ik heb natuurlijk mijn cash cow, maar zo te zeggen. Dat is mijn bedrijf. Ja. En dat heeft me afgelopen jaren niet heel veel energie gegeven. Dus nee, precies. Dat is, dus wat dat betreft ben ik heel eerlijk. Ja. Ja, dat was niet optimaal, zeg maar. Nee. Dan zie je heel mooi, als je rol dan verandert in zo'n bedrijf, dan kan het je wel energie geven. Dus ik merk, ik ben gewoon heel slecht in het bijhouden van e-mailtjes bijvoorbeeld. Ja. Dus al dat organisatorische. Ik kan het wel, maar ik heb ook een iets te drukke agenda ervoor. En dus als ik in de operatie zit, dan lekt mij alle energie weg. En dat had ik afgelopen 2 jaar wel. Moest ik weer heel veel in de operatie om brandjes te blussen. Ja. Nu ik steeds meer echt de owner ben en hier binnen kan lopen en me gewoon tegen dingen kan aanbemoeien en met wat goede ideeën kan komen en ik kan weer weg. Ja, dat geeft me wel energie. Ja. Daarnaast ligt mijn focus nu vooral op mijn carrière als inspirator. Ja, dat is allemaal plus, 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 plus. Dat vind ik superleuk. Alles wat erbij hoort vind ik superleuk. Van een Instagram update over mijn nieuwe aflevering tot mijn kaartverkoop bijhouden. Dat is natuurlijk ook gewoon een beetje dopamine. Tuurlijk. Ja, dat vind ik allemaal superleuk. Het enige, op zondag denk ik wel eens, ach man, ik zou nu wel gewoon lekker willen chillen. En dan moet ik vaak nog een intro inspreken en het online zetten. Ja. Ja, ja, maar als je, ik kijk altijd naar financiële harmonie. Als niet, dan hoef je niks meer te doen. Maar dan weet je wat je moet doen om een bepaalde hoeveelheid geld te verdienen. Ja. En dan is het voorspelbaar geworden in plaats van per ongeluk. Ja. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb afgelopen half jaar, en ik kom er nu net uit, maar heb ik wel voor het eerst in mijn ondernemersleven echt financiële stress ervaren. Okay. Omdat ik te maken had met een uitkoop en het was in termijnen. Precies. Hè, dus op het moment dat je je laatste termijn afbetaalt, maandtermijn, zit je echt in een dieptepunt. Ja. Want die maandelijkse termijnen waren zo hoog dat het gewoon alleen maar interen was. Gewoon hoeveel ik ook verdiende. Het was gewoon elke maand poef, poef, poef. Ja. Tot zo'n beetje april, mei van dit jaar. En ondertussen had ik nog niet mijn bedrijf waar ik het wilde hebben. Dus toen merkte ik wel voor het eerst dat ik financieel onder een niveau zat waarbij ik me comfortabel voel. En dat is voor iedereen natuurlijk anders. Ja. Ook afhankelijk van je business en zo. En nu, ik ben altijd heel snel of zo. Want voor mijn gevoel was het echt een hele lange periode. Maar goed, 3 maanden geleden zat ik echt doorheen financieel. In ieder geval qua mindset dan. Ja. En nu denk ik, alles onder controle. En ik weet inderdaad precies wat jij zegt. Ik weet precies in welke knop ik moet draaien om ervoor te zorgen dat het weer goed gaat. En het is grappig, want als je dat zegt, dan was je dat dus eigenlijk kwijtgeraakt omdat jij niet de enige was die aan knoppen draaide. Klopt in mijn bedrijf? Dat? Of ben ik nou te snel aan het samenvatten? Ja, bedoel je in mijn bedrijf? Ja, in je bedrijf. Dus je zegt, dus nu heb je het gevoel dat jij weer aan de knoppen zit. Maar bij die hele uitkoop en die hele overname en dat hele geval was jij niet meer de enige die aan de knoppen draaide. Nou ja, en in ieder geval in mijn business was het juist zo dat ik weer in de operatie zat. Ja. Dus misschien aan de verkeerde knoppen draaiden. Oké, snap ik. Als ik kan uitzoomen en ik kan me op hoofdlijnen bezighouden met het business, dan ben ik veel meer tot mijn kracht. Ja, precies. En dat is denk ik een heel bekend fenomeen bij ondernemers. Ja. Ik ben absoluut geen ondernemer in hart en nieren. Ik ben meer een podiumbeest in hart en nieren. Maar bekend fenomeen bij ondernemers is dat je energie krijgt van dingen opzetten. Dus van 0 naar 1. En dat kan juist geen ander. Weet je, je ziet iets wat er nog niet is. En anderen denken dat is onmogelijk, maar jij flikt het. Maar als het eenmaal staat, dan alsjeblieft kan iemand anders dit overnemen, want nu staat het zo snel mogelijk. Ja. Ja, en als je dan de verkeerde knoppen gaat draaien, dan is je harmonie ook meteen weer weg. Ja. En dan loopt het geld ook weg. Dat vind ik wel mooi, en dat is misschien een beetje zweverig, maar volgens mij is het universum goud eerlijk. Zodra jij iets gaat doen waar je niet op je plek zit, is ook zo.
Dan draaien dus die schakels niet zoals ze moeten draaien of zo. Dan floot die energie niet zoals die zou moeten flowen. Dus je krijgt heel snel, krijg je gewoon heel eerlijk van het universum, als je daarvoor open staat, gewoon die rekening gepresenteerd. Als je niet aan het doen bent waar jij op je plek bent. Ja, en het omgekeerde vertel je nou ook. Dit is het tweede voorbeeld waarin je vertelt dat het omgekeerde ook waar is. Zodra je dat wel doet, verandert het ook heel snel. Ja, dat is bizar. Ja. In drie maanden, hup, ineens stroomt het weer. En in 3 jaar ineens je zalen vol. Dat is heel snel. Ja. Ja. Ja, mooi. Ja. Wat zou er kunnen gebeuren als mensen daarvoor durven te gaan? Als ze durven zeggen, weet je, ik ga voor de plek waar ik echt in mijn kracht opereer. Heel veel moois. Nou, ik denk dat we zijn met z'n allen zo licht geprikkeld. Dat zie je in het verkeer natuurlijk ook. En heel snel maken we een sneer naar onze partner of onze kinderen. En volgens mij, ik ben geen psycholoog of zo, maar volgens mij heeft dat... Ik denk altijd van, wacht even. Ook als iemand in de Albert Heijn tegen me begint gek te doen. Weet je, we maken allemaal wel eens van die dingen mee, toch? Of een serveerster. Of een... Ja. En ik denk altijd bij dat soort mensen van... Weet je, als je helemaal, stel je zo helemaal in balans leven. Weet je, je bent blij met je lichaam, je bankrekening is oké, je hebt een leuke partner, je leeft in balans. Weet je, zou je dan op deze manier reageren? Nou, ja. No fucking way. Weet mooie je wel? Vraag. Als je in balans leeft of als je lekker in je vel zit, dan ga je niet zo snel sneren. Dus ik denk als we met z'n allen wat meer zouden ontdekken wie 100% ik is, hoe het is om 100% jij te zijn. Dan denk ik dat... dat klinkt wel heel erg goeroeig of zweverig. Maar dan denk ik dat de wereld een stukje mooier was. Ja, dit is helemaal mijn verhaal. Dus ja. En om een sneak peek van mijn show te geven. Die heette tot afgelopen vrijdag de 100% Thijs Show. Ik heb de naam veranderd naar de 100% Inspiratie Show. Ja, dus in dit najaar kan je tickets kopen. Kunnen ze niet nu al tickets kopen? Ja, ze kunnen nu tickets. Voor het najaar. Ja, absoluut. Ja. En kleine... teaser, uiteindelijk wil ik mensen uitdagen om 100% jij te zijn. Ja. Weet je, we hebben zoveel keuzemogelijkheden. Precies. Mensen van mijn leeftijd die hebben vaak te maken met een quarter life crisis of het dertigers dilemma. Maar iedereen heeft te maken met de keuzes. We hebben eigenlijk een luxe probleem, zoveel keuzes. En ik denk dat we allemaal op zoek zijn naar onszelf daarin. Van wie ben ik nou eigenlijk? Hoe kan ik een betekenisvol leven leiden? En ik heb zoveel daarover geleerd. Zoveel toegepast op mijn eigen leven. En daardoor heb ik inmiddels wel gemerkt wat wel en niet werkt. Nou, en daarover vertel ik tijdens 100% Inspiratie Show. Dus ik durf in al mijn bescheidenheid wel te zeggen. Je vertelt niet alleen maar. Je doet nog meer tijdens die show, toch? Ja. Het is, de vorm is superleuk. Het is interactie, muziek, humor. En... ik durf wel te stellen, ga je zelf uitvogelen dat het wel niet werkt? Of kom je naar onze Inspiratieshow? Dan vertel ik in een avond de beste inzichten van geluk en succes. Ja, dus ga allemaal naar de link hier. Koop je ticket, doe het. Ik ben er ook. Nou, tof. Wat kunnen mensen vandaag doen? Behalve stap 1, koop je ticket. Ja. Dan voel je al een vloed van opluchting en warmte en liefde. Dat geregeld. Ja. En het is belangrijk om altijd dingen in je agenda te hebben staan waar je naar uitkijkt. Nou, dit is pas in november en december, dus dat is gewoon al te gek. Als je dan komende 6 maanden een keer er doorheen zit, dan kan je altijd aan je kaartje kijken. Dat je denkt, yes, daar heb ik zin in. Jij wil nog een tip. Ja, wat kunnen ze vandaag doen? Nu. Ik hou er altijd van dat je binnen een uur na dit gehoord te hebben een actie kunt nemen. Ik denk, en dat zie ik ook omheen als je kijkt welke bewegingen nu allemaal tot stand komen. Ik denk dat we nu in een piek zitten van prikkels. We hebben natuurlijk de opkomst van internet gehad en social media. En volgens mij zitten we nu in een piek dat we met z'n allen beginnen te merken van dit is te veel. We hebben zoveel prikkels continu. En daardoor zie je dat steeds meer mensen gaan mediteren. Die gaan yoga doen. Die gaan misschien vissen. Of die gaan stilte-retreats doen. Wat is dan een concrete tip? Ik denk dat je in stilte heel veel antwoorden vindt. Dus als ik 1 concrete tip aan mensen mag geven. En hoe, dat mag je dan voor jezelf bedenken. Maar zorg ervoor dat je
wat meer stilte in je leven in kan bouwen. Het liefst elke dag, maar het moet ook weer geen stress veroorzaken. Van, ik heb al zo'n druk leven, dan moet ik ook nog elke dag stil gaan zijn, weet je wel. Ook zo leuk. Ja. Dus precies, maar dat kan heel averechts werken, die stappenplannen en dit soort wijsheden. Dus het liefst elke dag, maar het moet dus geen... Dus, punt. Als je maakt niet uit hoe, vindt een manier om stilte toe te laten. En dat zal je heel veel brengen. En dat kun je aankomende uur gewoon doen. Ja, en als je een heel concrete tip wil, vanaf 9 uur, of als je heel vroeg in bed ligt, dan nog eerder. Dus vanaf 1 à 2 uur voordat je naar bed gaat, je telefoon uit. En niet op stil, vliegtuigmodus, in de oplader, op zijn kop, weg. Niet de slaapkamer in ook. Precies. En als het even kan, dan ook dus geen laptop en ook geen tv. Gewoon 2 uur voordat je gaat slapen, geen scherm. Dat was 100% Thijs.